Gemeente, gasten en alle die digitaal met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmiddag gaat onze eigen predikant dominee Mulder ons voor. En we lezen in de Bijbel uit Genesis 22, vers 1 tot en met 14. En uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 13. Gods woord zal worden verkondigd onder het thema Wat een troost, God voorziet. De collecte in deze dienst is bestemd voor de kerstacties van de diaconie voor onze eigen gemeente. Betreft onder andere de kerstattenties die door de jongeren van Theo Juvante en Pro Christo aan onze leden van 75 jaar en ouder worden bezorgd. We hopen weer op een goede ontmoeting tussen jong en oud. De bankcollecte is bestemd voor de vaste kosten van de kerk en kunt u op de bekende wijze overmaken. We gaan nu samen zingen Psalm 71 vers 2 en 14 en de kerkraad wenst u en jou gezegeneerde dienst. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het over God die voorziet.
God die alles overziet, doorziet, die verder kijkt dan wij, maar die ook voorziet in dingen om te leven. In eten, drinken, in geestelijke zegen. En daar gaan we van zingen, ook met Psalm 145, vers 5 en 6. Uw heerschappij, dat waar u, Heere God, over regeert, dat verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Psalm 145, vers 5 en 6.
Omdat we straks gaan lezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis over Gods voorzienigheid, wilde ik vanmiddag met u het geloof belijden aan de hand van wat de Heidelbergse catechismus zegt over Gods voorzienigheid. Dus dat is zondag 10 van de Heidelbergse catechismus. En als we dat met elkaar beleden hebben, dan zingen we uit Psalm 139, vers 5, dat God overal is waar je naartoe kan gaan. Dat God, waar je ook bent op deze aarde, voor je kan zorgen en kan voorzien. Psalm 139, vers 5. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Dat betekent de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt. En zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. Ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van belang te weten dat God alles geschapen heeft en ook door zijn voorzienigheid in stand houdt? Om in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst een goed vertrouwen te hebben op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Amen. Zullen we ons gebed tot de Heere gaan en dan doen we ook voorbeden voor zuster Roelofsen van de Trommelaar 136. Zij heeft een TIA gehad, ze is thuis, maar ze zal morgen en ook in de toekomst vast nog onderzoeken ondergaan naar de oorzaak hiervan. Zullen we haar dan ook in het bijzonder aan de Heere opdragen. Trouwe Heere in de hemel, machtige Vader. Wij hebben zojuist beleden dat u voorziet, dat u zorgt. En Heer, dat merken we ook op dit moment. Omdat we toch kunnen eten, wat we drinken ontvangen uit uw hand. Omdat we kunnen leren, kunnen werken, wat er pensioen is. Omdat we leven in een toch redelijk rustig en vrij land. Want in alle rust kunnen samenkomen. En nee, Heer, het is hier niet volmaakt. Maar u voorziet in heel veel, zodat we vanmiddag weer samen kunnen komen. Zodat we deze dienst hier kunnen meebeleven. Dat er oppas is, dat er pareler is. Dat er mogelijkheden zijn om in alle rust uw woord te openen. Om ons erdoor te laten vormen. U voorziet, Heer, in alles wat wij vanmiddag zouden ontvangen. En daar prijzen wij uw grote naam om. Wat bent u goed, Heere. Wat is het heerlijk om te beseffen dat we nergens recht op hebben.
Maar dat u ons dan overlaat met uw gunstbewijzen, met uw goedheid. Dat u erbij bent. En leert u ons dan vanmiddag maar, heren, om in voorspoed dankbaar te zijn. We vinden zoveel dingen zo gewoon, zo gebruikelijk, zo is het toch. Maar heren, we hebben nergens recht op. En als we al die dingen zien, en vooral zien dat u vader uw zoon gegeven hebt. Wat een wonder. Leer ons om dankbaar te zijn in voorspoed. Leer ons ook om geduldig te zijn in tegenspoed. Heren, want het kan soms ook lastig zijn. In ons lichaam, in ons hoofd, in ons hart, in ons gezin. Er kunnen zorgen zijn, heren. U weet precies hoe dat kan zijn. En dan dragen we vanmiddag in het bijzonder zuster Roelofse aan u op. U weet, heer, dat ze een Tia gehad heeft. U weet hoe het nu met haar gaat. U heeft haar leven gespaard en er zullen nog onderzoeken moeten plaatsvinden. Maar wees u daar maar in nabij. Voorziet u in wat u nodig vindt voor haar. Draag haar en zegen haar. En heren, zo dragen wij velen, ook onder ons, aan u op. Die afhankelijk zijn van medicatie. Die zorg nodig hebben. Die merken aan het lichaam dat het niet wil wat het hoofd wil. Of die merken dat dementie zijn impact heeft. Dat long-covid verhindert om te doen wat je wil doen. Heren, wij zijn beperkte mensen. En daarom zien wij vanmiddag op tot u. Leer ons om in tegenspoed geduldig te zijn. En om te vertrouwen op u die voorziet. En leer ons dan ook, heren, om voor de toekomst vertrouwen te hebben. Hoe het er nu ook voor staat. Wat onze eigen plannen ook zijn. Heren, het is allemaal onder het voorbehoud van Jacobus. Maar als u voorziet, dan voorziet u ook goed. Dan bent u erbij. Als het de diepte in moet, maar ook als er vooral vreugde zijn. Genadige heren, geeft u ons vanmiddag dan een goede dienst. Zegen ons in de taken die we hebben. Zegen ons ook als we op afstand afgestemd zijn. Help ons om met elkaar de lofzang te zingen. Om soms tegen onszelf in te zingen of boven onszelf uit te zingen. En kneed en vorm ons maar als die grote pottenbakker. Heren, zegent u zo ook degene die misschien met vragen zitten. Over Gods leiding in het leven. Wilt u dan ook deze preek gebruiken om daar zicht op te geven? Of als we het moeilijk vinden om te geloven in een God die toestaat dat er oorlog is, er kinderen sterven. Heer, help ons om met die gedachten bij u te komen. We danken u dat we in dit alles op u mogen zien, Heer Jezus Christus. We bidden u om wijsheid, om inzicht, om troost, om kracht. Heer, zegent u zo het woord wat gelezen, wat verkondigd wordt. Zegent u de organist. Zegen de gaven die we afzonderen voor uw dienst. Heren, en wilt u ook zijn bij zoveel mensen om ons heen. Die misschien wel geloven dat u zorgt en voorziet. Maar die op de puinhopen van hun leven zitten. Heren, dan denken we aan de oorlog in Oekraïne. Dan zien we mensen in Gaza, in Israël. Dan horen we van Jemen, van Congo, van aardbevingen. Van oorlogen, van conflicten. Heren, wat een ellende. U voorziet toch? En soms dan begrijpen we het niet en vinden we het zo oneerlijk. Maar wij roepen tot u, heren. Deze schepping is toch in barensnood. Machtige heren, toon uw barmhartigheid, toon uw genade. En schenk ons geloof. Versterk dan ook wat u zelf hebt gewerkt. En geef, heren, dat we mogen zien. Ook gewoon in ons dagelijkse leven, ook in het wereldtoneel. Dat u er bent, dat u voorziet. En werkt u zo ook in de harten van machthebbers, van politici. Ook als we komende week mogen gaan stemmen, werkt u zo in hun harten. Opdat wij een rustig en stil leven mogen leiden. Omdat uw woord zijn voortgang mag hebben. Heer onze God, wij kijken op naar u. U die zo genadig en barmhartig bent, wilt u naar ons omzien. En ons geven wat u nodig vindt voor ons. Ja, spreek, heren. En laat het zo zijn dat uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen.
Net in de consistorie kreeg ik de vraag: ja, welk plaatje ga je nou laten zien bij het onderwerp Gods voorzienigheid? Toen dacht ik, ja, we kunnen eigenlijk wel heel veel plaatjes laten zien, maar ik heb voor gekozen voor dit verhaal, jongens en meisjes. Je ziet dat twee mensen aan het lopen zijn. Een wat ouder iemand en een jonger iemand. En ik verklap alvast, dat is vader en zoon. En ze gaan niet zomaar op weg, ze zijn flink eind aan het lopen. Want als je het volgende plaatje bekijkt, dan zie je ook dat ze omhoog lopen. Zie je dat? En je ziet ook dat die jongste wat in zijn handen heeft. Hout. Wat denk je dat deze twee mensen gaan doen? Wat gaan deze twee mensen nou precies doen? Ja, zeg het maar. Ze gaan een offer brengen, precies. En je weet gelijk al wie. Ja, ze gaan een offer brengen. Maar terwijl ze omhoog lopen, vraagt dus die zoon aan die vader, Isaac aan Abraham. Maar vader, wij gaan een offer brengen. Maar waar is nou het lam voor het brandoffer? Die moeten we toch meenemen? En weet je wat vader Abraham dan zegt? Daar zal de Heere in voorzien. God die kijkt al vooruit, ik weet het nog niet, maar God kijkt vooruit en die zal ervoor zorgen dat het er is. Oké, en zo lopen ze samen verder, maar als het eenmaal zover is, dan zie je het volgende plaatje. Bindt Abraham dan een schaap of een lam op het altaar? Nee, hè? Dan bindt hij Isaac erop. En dan wil hij Isaac gaan offeren, want dat heeft God gezegd. God voorziet, God zorgt. Maar gelukkig, je weet het hè, klinkt er dan de stem uit de hemel. Die zegt, niet doen, Abraham, niet doen. Gelukkig, Abraham hoeft zijn zoon niet te offeren. En wat zien ze dan in de struiken zitten? Zie je het? Een ram, met zijn hoorns verstrikt. En dat dier wordt dan geofferd. God voorziet, God zorgt toch. Toen Abraham en Isaac omhoog liepen, wisten ze het niet. Maar Abraham zei, ik weet, ik geloof, God voorziet. En het blijkt het ook te doen. Nou, daar gaat het vanmiddag over. Dat God voorziet, dat God zorgt. We gaan met elkaar het gedeelte ook lezen uit Genesis 22. Genesis 22, vers 1 tot en met vers 14. En daarna lezen we uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 13. Genesis 22 vanaf vers 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. Hij zei, zie hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt. Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel. Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij,
Steek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: De Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd: Op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Zover Genesis 22. Lezen we ook het Nederlandse geloofsbelijdenis over Gods voorzienigheid, het artikel 13. Vervolgens zingen we uit Psalm 13, vers 5. Een psalm die we niet vaak zingen, maar als we naar de organist luisteren, dan gaat dat vast lukken. En als u de tekst goed meekijkt, dan zult u vast ook begrijpen waarom we deze vanmiddag zingen. Wij geloven dat deze goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten, of aan het toeval, of het lot heeft prijsgegeven. Maar ze overeenkomstig zijn heilige wil zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn beschikking. Toch is God niet de bewerker, noch de schuld van de zonde die gedaan wordt. Want zijn macht en goedheid zijn zo groot en onvoorstelbaar, dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet. Ook al handelen de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig. En wat hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, verder dan ons begrip reikt. Maar wij aanbidden in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die voor ons verborgen zijn. En stellen ons ermee tevreden dat wij leerlingen van Christus zijn, om slechts te leren wat hij ons onderwijst door zijn woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Deze leer schenkt ons een onuitsprekelijke troost, wanneer wij erdoor leren verstaan dat ons niets kan overkomen bij toeval, maar alleen door de beschikking van onze goede tieren Hemelse Vader. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg, terwijl hij zo over alle schepselen heerst, dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, en niet één musje ter aarde zal vallen zonder de wil van onze Vader. Hierop verlaten wij ons, omdat wij weten dat hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt en zij ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. Daarom verwerpen wij de vervoerlijke dwaling van de Epicureërs, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alles aan het toeval overlaat.
De dichter van Psalm 13 die zei dus, ik heb verdriet. En toch geloof ik dat u goed bent en dat u voor me zorgt. En toch zal ik u daarom loven. Dat was Psalm 13, vers 5. Na de preek zingen we een iets bekendere psalm, Psalm 42, vers 3 en ook het vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Voed toch het oud vertrouwen weder. Ja, hoop op God. Sla het oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. 42, vers 3 en 5 na de preek. Het thema van de preek is, wat een troost, God voorziet. God voorziet, God kijkt verder, God kijkt vooruit, maar ook God voorziet in dingen. God voorziet in eten, in zorg. En dat haal ik onder andere uit een stukje uit deze belijdenis, halverwege, daar staat, deze leer schenkt ons een onuitsprekelijke troost. Wanneer wij erdoor leren verstaan dat ons niets kan overkomen bij toeval, maar alleen door de beschikking van onze goedertieren, hemelse Vader. Een onuitsprekelijke troost geeft het dus. Wat een troost, God voorziet. Drie punten als structuur voor de preek. We kijken allereerst naar begrijpen, vervolgens naar belijden en als derde naar aanbidden. Begrijpen, belijden, aanbidden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u vanmiddag hier in de kerk, u die op afstand verbonden bent, ik neem u in gedachten mee naar een plaats waar u soms komt, waarvan het goed is dat je er bent, waarvan de meesten toch zeggen, ik kom er zo graag zo weinig mogelijk. Het gaat over het ziekenhuis. En we lopen met elkaar door het ziekenhuis. En we gaan naar die ene afdeling. Nee, het wordt geen makkelijk bezoek vanmiddag, want het zijn kankerpatiëntjes. En als we zo langs die kamers lopen, dan vang je soms even een glimp op. Je ziet kale hoofdjes, ingevallen wangen, slangetjes, piepjes, infusen. En we komen bij die ene kamer waar we naartoe gaan. Die kamer waar het meisje ligt, hoe oud zou ze zijn? 12, 13? En we zien zo naast dat bed, zien we allereerst haar moeder zitten. Stil. Verdrietig. Haar vader staat ernaast. En je merkt aan zijn houding dat hij opstandig is. En dat zegt hij ook. Ik snap er niks van. Dat God van dat gaai is in de gevangenis gewoon goed leven geeft. En mijn dochter moet hier ziek zijn. En klaar met God. Wat moet ik met God? Vertel het me eens. Tja, staan we dan. Wat zeg je? Ja, we hebben intussen geleerd van de vrienden van Job dat je beter gewoon er kunt zijn en kunt zwijgen voordat je überhaupt wat gaat zeggen. Dus we bidden maar in stilte in ons hart tot God. En we denken er ergens ook over na, wat moeten we zeggen? Hoe laten we blijken dat we meelijden? Maar luister, we hoeven niet eens wat te zeggen. Want vanaf het bed klinkt een broze stem. Ja, het is echt kwetsbaar. Het meisje zelf. Papa, niet boos zijn op God hoor, papa. Want hij zorgt voor mij. En wat is dit in vergelijking met wat Jezus voor ons geleden heeft? En ik weet dat ik straks voor altijd bij hem mag zijn. En ook al voelt het niet eerlijk, papa. God heeft de eeuwigheid om het goed te maken. Heftig. Waarom begin ik hier vanmiddag mee? Omdat die drie reacties zomaar onze reacties kunnen zijn of zomaar herkend kunnen worden. Dat stille verdriet van die moeder, dat je gewoon niet weet wat je moet zeggen. Overvallen door. Die opstandigheid en boosheid naar God. Of die gelovige overgave van dat meisje. Ja, die reacties kunnen er zijn in een ziekenhuis in Nederland, in een woonkamer in Veenendaal, in een kapotgeschoten flat in Gaza, in Oekraïne, in een verwoest dorp. Ja, in deze wereld is er veel stil verdriet, opstandigheid en ook gelovige overgave. En dan vragen over hoe komt het, waar is God?
God waarvan we zeggen dat hij zorgt, dat hij onderhoudt, dat hij barmhartig is, genadig is. Waar is hij? En terwijl de een zegt, ik kan God niet begrijpen, maar ik geloof nou helemaal in hem. Zegt de ander, ik kan God niet begrijpen en daarom hoef ik hem niet. En vind ik het lastig om überhaupt in hem te geloven. Vraagtekens. Snapt u waarom er achter het eerste punt een vraagteken staat? Omdat het begrijpen van Gods voorzienigheid voor velen moeilijk is. Ja, wat geloven we dan eigenlijk? Wat belijden we als we zeggen, ik geloof dat God voorziet. Gods voorzienigheid. Dan zeggen we eigenlijk drie dingen. Drie dingen die heel erg lijken op die drie dingen die een keer naar voren kwamen in een preek over Job. Allereerst, God is goed. God is almachtig. En God leidt, God stuurt. God is goed. Hij is liefde. Hij is genadig. Hij is barmhartig. Hij is almachtig. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt, het staat er. Hij regeert. Het liep hem nooit uit de hand. Het loopt hem ook nu niet uit de hand. Het zal hem nooit uit de hand lopen. En als derde, hij bestuurt. Hij leidt. Hij regeert. Hij heeft deze wereld in zijn handen. Oké. Maar waar was God in Auschwitz? Schrijft iemand. God is goed. God is machtig. God leidt. Als God nou alles bestuurt, bestuurde hij toen ook die vliegtuigen die het World Trade Center invlogen? Als God dan leidt, leidt hij ook die oorlog in Oekraïne? Of dat wat er nu gebeurt in Israël en Gaza? Als God zorgt, zorgt hij dan ook voor dat die aardbeving plaatsvindt in Nepal? En in mijn huwelijk, en in mijn gezin. En je merkt dat dat spannend is om te zeggen, God is goed, almachtig en hij leidt. En vaak wordt er aan een van die drie wel gemorreld. Want ja, als je zegt, God is goed, maar dan kun je ook zeggen, ja, God is dan niet almachtig. Dus God is inderdaad barmhartig, genadig, trouw. Hij wil er ook wel wat aan doen. Maar ja, hij kan het niet. Soms zeggen ze, nou, God is niet goed, God is wel machtig. Dus God heerst, hij kan er ook wat aan doen, maar hij is niet goed, dus hij wil het ook niet. En de volgende zegt, ja, hij leidt gewoon niet. Hij heeft ooit een keer de boel in gang gezet en nu laat hij het los. Spanning, vragen. En wij belijden, God is goed, God is almachtig en hij leidt alle dingen. En dit voelt voor sommige mensen, voor veel christenen ook, als een probleem. En daarom had het misschien voor jou, als jij dat herkent, beter geweest dan had het thema van deze preek geweest, het probleem van Gods voorzienigheid. Toch heb ik dat niet gekozen. Ik geloof dat het tot troost is. Een onuitsprekelijke troost. Maar ja, wat als je hier zit? Je bent misschien wel jong. Midden in het leven, je denkt na over de dingen. Misschien herken je al wat in die ene jongere die echt op zo'n afdeling geweest is met kankerpatiëntjes. En die jongere die zei een keer, ja, dominee, ik wil het best geloven hoor, dat Jezus mijn zonde vergeeft, dat is voor mij geen punt. En ik geloof best dat God de wereld geschapen heeft. Maar dat God nou alles voorziet, en dat hij regeert, ik ben daar geweest. En ik snap er niks van. Ik kan begrijpen dat jij die vragen hebt. En dat dat voor jou soms ook heel moeilijk is. Dat dat voor jou een muur is die ervoor zorgt dat jij niet kan geloven. En toch zou ik je vanmiddag willen uitdagen. Toch zou ik je willen uitdagen. Want ik geloof in die God die ik niet begrijp. Maar die wel voorziet. Toch wel. Weet je wat ik wel begrijp? Kijk, ik begrijp God niet altijd, maar ik begrijp één ding wel. Als ik dit idee van God is goed, God is machtig, God leidt, aan de kant schuif, dan begrijp ik in ieder geval wel dat ik heel veel kwijtraak. Wat bedoel ik? Nou, je raakt denk ik God kwijt en je raakt je houvast, je troost kwijt. Want wat als je zegt, nee, God is dan dus blijkbaar niet goed, God is blijkbaar niet almachtig, en God leidt niet en je zet God zo aan de kant.
Waar ben je dan overgeleverd? Welke machten regeren dan volgens jou? Wie heerst er dan? Wie heeft alles dan in beweging gezet? Je raakt God kwijt. Je raakt je houvast, je raakt je troost kwijt. Want uit wiens hand krijg je dan voorspoed en tegenspoed? Welke macht heeft dat dan? Het zorgt er vaak voor dat mensen heel onzeker worden of onverschillig. Onzeker. Ja, als het niet een vaderlijke hand is uit wie je het ontvangt, uit welke macht krijg je het dan? Een of andere donkere, duistere macht zonder doel? Het kan je onzeker maken. Aan wie ben je overgeleverd? En onverschillig. Ja, ik weet het ook niet hoor. Maar zo'n God hoef ik niet. Weet je, carpe diem. Pluk de dag. Geniet. Leef je leven. Boeit het allemaal. En de diepe vragen van het leven. Waar kom je vandaan? Wie ben je? Waar ga je naartoe? Stel je niet. Je raakt heel veel kwijt. En er waren eens twee kerkmensen. En die kenden elkaar goed. En ze verschilden op heel veel punten behoorlijk. En dat bedoel ik niet dat ze verschilden in of ze een lied wilden zingen of een psalm, maar echt in hun leer over Gods voorzienigheid. En toen lag die een van die twee lag in het ziekenhuis en die ander die kwam bij me in het ziekenhuis en die zei, nou broeder, je moet wel echt heel erg lijden. En het is ook maar goed hè, dat we tegenwoordig niet meer zeggen dat God u dit toeschikt. Dat het uit Gods vaderhand komt. Waarop die ander hem aankijkt en zegt, maar als het niet uit die hand komt, waar komt het dan vandaan? Toeval, lot? Nee, ik ben blij dat ik kan zeggen en beleiden dat het uit Gods vaderlijke hand mij toekomt. Ik snap niet hoe. Maar het is in ieder geval een vaderhand op wie ik mij kan toevertrouwen. En dat geeft me troost. Dat geeft me houvast. En dat wil ik in ieder geval, ook al begrijp ik het niet, wil ik nooit meer kwijt. En daarom beleid ik, God is goed, almachtig en hij leidt. In de grote dingen, maar ook zo dat geen haar van mijn hoofd zal vallen buiten zijn wil. Dat geen musje van de dakgoot zal vallen zonder zijn wil. Begrijpen, vraagteken. Beleiden, dat is mijn punt. We gaan naar het tweede. Want als het gaat over Gods voorzienigheid, dan kom je dat woord zo niet tegen in de Bijbel, nergens. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, je komt geen Bijbelboek tegen waar het niet hierover gaat. God die überhaupt in het hele Oude Testament toewerkt naar de komst van zijn Zoon. Hoe hij voorziet in dingen om zijn volk te redden, in leven te houden. Hoe hij voorziet in mogelijkheden dat Jezus komt. Wij zien in de Bijbel wel dat God voorziet. In manna. Maar in Genesis 22 komen we dat woord heel duidelijk tegen, dat God voorziet. We hebben net van gelezen. Abraham, Isaac, samen de berg op. Zo lopen ze, vader, zoon. Het lijkt een wat jonge jongen in de kinderbijbel, maar als je de Bijbelse gegevens ernaast legt, lijkt hij toch wat ouder te zijn dan hij hier getekend wordt. En ze lopen samen. Vader, waar is het brandoffer? Waar is het lam? De Heere zal er zelf in voorzien. Mijn zoon. Dat is ergens geloof in Gods voorzienigheid. Abraham, die gelooft dat God verder kijkt dan hij zelf kijkt. Hij zegt, ik begrijp het niet. Ik weet het niet. Geen idee. Maar ik weet dat hij het wel weet. En dat hij het wel ziet. En dat hij het doet. En daar geloof ik in. Voorzienigheid is geloven dat daar waar ik het niet zie, geloven dat hij het wel ziet. Dat ik vanaf mijn lage perspectief het niet ziet, maar hij vanuit de hoogte veel verder kijkt dan ik. Dat is geloven in Gods voorzienigheid. En zo is het ook een gezegde geworden. Zo lazen we in vers 14. Op de berg van de Heere zal er in voorziening worden, voorzien worden. Het is een uitdrukking geworden. Dat zo kun je in God geloven. Zo kun je hem beleiden. Het is wel heftig om dat in te denken. Hè? Je zou maar, hoeveel jaren heeft hij gebeden? Je zou maar zoveel jaren gebeden hebben om een zoon. En dan heb je hem.
zo blij met hem. Je houdt van hem. En dan zegt God, ga hem offeren. Dus wil je in zo'n God geloven? Apart toch? God die vervulde zijn belofte, gaf je een zoon. En nu zegt hij dit. En dan toch zeggen, heren, ik snap het zelf niet. Ik weet het niet. Maar zegt artikel 13, wij geloven dat deze goede God, dat God goed is. Dat wat er in deze wereld ook gebeurt, het kraakt, het piept en het schudt in deze wereld. En we hebben zo weinig invloed daarop. En in je eigen leven misschien ook. Maar toch zeggen we, nee Epicureus, jullie hebben geen gelijk. Het is niet zoals een oude wandklok, dat je die gewichten omhoog doet en dan laat je die maar los en dan loopt het vanzelf af. Alsof God de wereld klaargezet heeft en nu gaat het zijn gang, het loopt af. En hij denkt, nou laat maar gaan. Nee, toch beleid ik, toch geloof ik dat God voorziet. En nee, dan gaan we die knagende vragen niet voorbij. Want zo zei iemand bij dit gedeelte die zegt, ja, maar is God dan niet aansprakelijk? Want ja, je kunt inderdaad zeggen, mensen doen zonde, mensen gaan in oorlog. Maar ja, God ziet het toch, God kan het toch ook voorkomen. Is God dan niet aansprakelijk? Want als ik weet van een van u dat u een moord wil gaan plegen, en ik praat met u erover, maar u gaat het ook echt doen, en ik heb u niet gewaarschuwd, en ik heb ook geen politie gebeld, dan zeggen ze, ja, maar u bent aansprakelijk, u bent medeplichtig, u heeft het geweten, u had kunnen ingrijpen. Is God dan niet aansprakelijk als hij weet dat dat gebeurt? Is hij dan niet erop aan te spreken? Nee, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, zo kun je dat niet zeggen. Dat is ergens verborgen, maar God is niet de auteur van de zonde. De Bijbel zegt, en de Nederlandse geloofsbelijdenis spreekt na, want zijn Gods macht en goedheid zijn zo groot en onvoorstelbaar dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet. Ook al handelen de duivelen en goddelozen onrechtvaardig. Ja, wij begrijpen het soms gewoon niet. En toch als je in de Bijbel kijkt en je gaat die geschiedenissen eens na, dan zie je soms dat God juist via de moeilijke, de lastige dingen toch zijn plan volvoert. Wat bedoel ik? Nou, kijk naar Jozef. Het is toch zonde dat zijn broers Jozef verkopen. Komt die meesterdromer aan en vervolgens liegen ze tegen vader Jacob. Dat is fout, dat is zonde. En dan komt hij bij Potifar. Die vrouw van Potifar die gaat oneerlijk met hem om. En dan wordt hij ook nog vergeten door de schenker. Onrecht. En uiteindelijk voorziet God in een hongersnood, waardoor die broers bij Jozef komen, waardoor hij hen kan testen, waardoor het volk in leven wordt gehouden. God voorziet. God bestuurt het. En dan staat er in hoofdstuk 50, dan zeggen die broers, die vragen om vergeving. En dan zegt Jozef, jullie hebben ten kwade gedacht. Wat jullie deden was kwaad, zondig, fout. Maar God heeft het ten goede gedacht. Dwars door alles heen is het toch Gods hand. Of wat te denken van Salomo. Die had toch eigenlijk niet geboren mogen worden, toch? Zoon van Batsheba, dat was toch de vrouw van Uria. Wat daar gebeurt is toch gewoon fout. Hoe kan die koning, hoe kan Batsheba dat nou doen? Zo ver gaan. Dat is toch fout en zondig. En God past het in zijn plan dat Salomo, de vader, een van de vaderen wordt van de Heer Jezus. Snapt u het? God past het in zijn plan. Judas Iscariot dan. In het Oude Testament wordt al voorzegd. Jezus, die zal, de verlosser, zal verraden worden. Tegelijkertijd wordt er gezegd, wee degene door wie dat gebeurt. En we zien hoe Judas dat zelf gaat doen. God zegt het en toch gebeurt het. Of wat te denken van Handelingen, een laatste voorbeeld. Handelingen 2, Handelingen 4, daar wordt er gepreekt. En Petrus die zegt, jullie hebben de Heer Jezus gekruisigd. Jullie hebben hem gedood. Jullie schuld. Oké. Maar als je dan eens kijkt in Handelingen 4, vers 27 en 28, dan staat er dit. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes, Pontius Pilatus, samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Zij hebben dus zelf ervoor gekozen
ze hebben dat zelf gedaan om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Dus de verantwoordelijkheid van de mensen blijft staan, zij hebben het gedaan. Maar God heeft het in zijn raad dat hij het zo beschikt. Onze verantwoordelijkheid blijft onze verantwoordelijkheid. En toch is er God die voorziet. Begrijpen we het dan? Nee, ergens blijft dat vraagteken staan. Maar toch belijden we het. Omdat als je goed kijkt, we een weg gewezen worden. Een begaanbare weg. Een weg naar het eeuwige leven. En dan zegt de belijdenis, en wat hij doet, boven ons begrip, boven het begrip van ons menselijk verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, verder dan ons begrip verdragen kan. Wij moeten op een gegeven moment zeggen, wij zijn te klein, wij begrijpen het niet. Maar ik belijd dat ik in Gods hand ben. Ik belijd met het dichten van Psalm 139, dat hoe ver ik ook zou gaan, of ik hier in Veenendaal ben, of in Pakistan, of waar dan ook, dat uw hand met mij is. Hoe hoog of ik ga, hoe diep of ik ga, in uw hand ben ik veilig en leidt u mij. Zorgt u voor mij. En zo belijd ik dat u voorziet in de dagelijkse dingen, in het geestelijk nodige. Begrijpen? Vraagteken. Beleiden een punt. Maar dan ga ik hem maar aanbidden. De lijn die in de psalmen zo vaak gekozen wordt. En daarom staat daar een uitroepteken achter. En de belijdenis die zegt, aanbidden wij in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. Nee, ik zeg niet dat ik het onder de knie heb. Ik zeg niet dat ik nu alles snap. Maar in ootmoed en eerbied aanbid ik hem. Ootmoed, weet je wat dat betekent, jongens en meisjes? Ootmoed betekent dat ik dit doe. Dat ik klein word. En eerbied betekent, wat bent u groot? Weet je wat ons past? Dat ik dus zelf mezelf klein maak en zeg, wat bent u groot? Zoals Johannes de Doper zei, u moet groeien. Ik moet kleiner worden. Ja, als het gaat over aanbidden, dan staat er in het Grieks vaak het woordje proskuneo. En dat betekent dat je je neerbuigt om te kussen. Dat betekent dus dat je jezelf zo klein maakt, dat je helemaal plat gaat op de grond om de voeten van iemand te kussen die de macht heeft over jou. Dat je je helemaal overgeeft aan de Here. Dat je zegt, u heeft het perspectief wat ik niet heb. En dan snap je misschien wat beter waarom we net Psalm 13 zongen. Maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Nee, zal zich in uw heil verblijden. Ik zal de Heer mijn lofzang wijden die mij genadig bijstand biedt. Want als ik heel eerlijk ben, hè, misschien is er al iemand die al zover is in zijn gedachten. Die zegt, ja, u gaat vanmiddag wel heel erg uit van de moeilijke vragen. En laat het ook niet iets zien van wie wij zijn. Dat wij vragen stellen bij God zorg als het ons niet uitkomt. Als het mij tegen de haren instrijkt. Als ik het lastig vind. Maar waarom stel ik geen vragen bij Gods voorzienigheid als het gaat over eten? Want waarom voorziet God wel in eten voor u, maar niet voor dat gezin in Afrika? Bent u beter? Waarom voorziet God wel in schoon drinkwater voor u, maar niet voor dat gezin daar in Afrika? Bent u misschien geloviger? En waarom voorziet God wel voor u in een gemeente waar je kan samenkomen en een Bijbel die je gewoon vrij kan lezen? Bent u misschien beter dan de gelovigen in Noord-Korea? Wat heeft u dat u niet hebt ontvangen? Waarin heeft God in uw leven al niet voorzien? Zoveel toch? Wat een wonder toch? Dat dagelijkse brood, God voorzag. Dat drinken uit de kraan. Die kracht voor jou om te werken, om te leren. Ja, misschien hebben anderen meer dan jij, maar toch. Die samenleving waar we in wonen. Onze kerk, de Bijbel. Wat heeft God jou niet gegeven? God voorziet.
Ja, en soms voorziet God juist ook door moeilijke dingen, ja. Omdat hij je wil leren om ootmoedig te zijn en eerbied te hebben. En dat je misschien vanmiddag hier in de kerk zit en zegt, ik snap de dichter van Psalm 119. Weet je wat die dichter zegt? Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest. Het is goed voor mij dat het niet ging zoals ik wilde. Want zo heb ik Gods weg geleerd. Toen het niet ging. Of wat als die verloren zoon? Misschien zit hier iemand die zich heel erg herkent in de verloren zoon. Stel je voor, hè? Die verloren zoon die gaat met alle spullen van zijn vader, gaat hij er vandoor. Hij verbrast het. Maar er was nou nooit een hongersnood gekomen. Of wat als die hongersnood er wel was gekomen, maar zijn vrienden hadden voor hem gezorgd. Dan had hij nooit gekomen waar hij moet komen. Waar moest hij komen? Aan het hart van zijn vader. Broeders en zusters, God voorziet in zoveel. Het is zijn liefde. En waar wil hij u ten diepste hebben? Aan zijn vaderhart. Dat je misschien zegt, ik begrijp er niks van. Maar ik beleid het toch. Dat je tot hem komt. En wat vind je dan bij hem? Dan vind je een vaderhart. Dat klopt van liefde. Wat niet alles uitlegt. Maar wat zeg jij mag bij mij horen. Als mijn kind zal ik voor jou zorgen. En wil ik jou leren. En vormen. En kneden. En dan weet ik als ik het hart van de vader hoor kloppen. Dat het in zijn hand goed is. En dan ben ik bereid om te zeggen, Heer, ik prijs uw grote naam. En neem mijn leven maar. Laat het maar zijn tot uw eer. Want ik weet, als hij voorziet, dan komt het uiteindelijk altijd goed. Hoe moeilijk het soms ook is. Het beste komt nog. En dan moet ik soms rustig zijn. Maar dan beleid ik mee en ik stel me ermee tevreden. Dat wij leerlingen van Christus zijn. Om slechts te leren wat hij ons onderwijst door zijn woord. Zonder deze grenzen te overschrijden. Ja, ik hou me aan wat hij ons leert. En dan moet ik denken aan de hemelvaart. Als Jezus naar de hemel vaart, staan die discipelen te kijken. Dat wil je toch zien, dat wil je toch weten. Maar wat doet God? Er schuift een wolk voor. Het is genoeg. Meer hoeven we niet te weten. Je hebt genoeg. Om te vertrouwen. En als het gaat over die Godvoorzienigheid en zijn vaderhart. Waar leer je dat meer dan bij de Heer Jezus Christus? En dan ben ik weer terug bij Genesis 22. En dan volgens een oude traditie is die engel des Heren. Die daar uit de hemel roept en zegt Abraham, Abraham, niet doen. Is die engel des Heren. Wordt ook met een hoofdletter geschreven daarna. Is de Heer Jezus voor zijn komst. De Heer Jezus die roept er als het ware uit de hemel. Die zegt, Abraham, Abraham, doe het niet. Offer je zoon niet. Maar jaren later, op diezelfde plek. Daar waar de Heer voor ziet, is Jeruzalem gebouwd. Dan loopt daar de Zoon van God. En die wordt daar geleid als een lam. Om geslacht te worden. En dan klinkt er uit de hemel geen stem. Er is een stilzwijgen. Dan gaat het licht uit. Dan gaat de hemel dicht. Dan voorziet God in zijn zoon. Het lam dat hij geeft. Tot een volkomen verzoening. Van al mijn zonden. Als je zo de zoon mag omarmen. Het vaderhart wordt kloppen. Wie zou hem dan niet aanbidden? En als wij dan zijn handen soms niet begrijpen. Zouden we dan niet op hem vertrouwen vanwege zijn hart. Vanwege zijn genade. En wij vallen. Als Paulus het schrijft in Romeinen 8. Wij weten dat voor hen die God lief hebben. Alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen. Alle dingen. Ja, dan zeg ik, wat een troost. God voorziet. Begrijpen? Vraagteken. Beleiden. Dat is een punt. Aanbidden. Met een uitroepteken. Tot slot. We gaan nog één keer terug naar het ziekenhuis. Ziet u daar die moeder zitten? Ze zat daar stil.
wist geen woorden te vinden. Vader was opstandig, er helemaal klaar mee. God, zo hoef ik God niet. En het meisje, ze vertrouwde op God. Ze getuigde van wie de Heere voor haar was. Het is een paar weken later. De begrafenis wordt geregeld. Mensen krijgen de rouwkaart thuis. Erboven staat de naam. En ergens is dat plaatje wat op die rouwkaart staat zo vreemd. Het is een borduurwerk. Maar je ziet duidelijk dat het de onderkant is. En als je de kaart omslaat, zie je dat de mooie kant daar zit. Zo wilde dat meisje het. Wij kijken soms aan de onderkant en zeggen, ik begrijp er niks van. Maar als je van het erboven bekijkt, dan is het een mooi borduurwerk. Dan kijk ik naar God. Dan zeg ik, o mijn ziel, wat buigt u neder? Voel toch het oud vertrouwen weder. Ja, hoop op God. Sla het oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Ja, laten we hem aanbidden. Die koning die regeert. Amen.
Zullen we samen in ons gebed tot de Heere gaan. Heere, wij heffen onze harten op tot u. Wat ons ook mag treffen. Wat ons ook getroffen heeft. Wij begrijpen soms uw handen niet, Heere. Uw handen in het grote wereldtoneel. Maar ook in ons kleine leventje. Maar wij verootmoedigen ons voor u. We maken ons klein. Beseffend onze eigen zondigheid en kleinheid. Beseffend uw almacht, uw goedheid en uw besturing. Wij kijken van beneden soms tegen dat lelijke gedeelte van het borduurwerk aan. Maar het verraadt wel hoe mooi het is van boven. Dat u voorzien hebt in uw Zoon. Wat een wonder, Heere. We danken u dat u Abraham terugriep. Maar dat u zelf bent gegaan. Vader, dank u wel dat u de deur dicht deed voor uw Zoon. Om voor ons te voorzien in vergeving en eeuwig leven. Heer, en als we dan verder moeten mogen weten dat u erbij bent. Gaat u in uw genade dan met ons mee? Als dingen ons zullen gaan treffen komende week? Of als het een week wordt vol voorspoed? Heer, als het zo is in ons leven dat wij in onze voorspoed u vergeten, wilt u ons dan toch terugbrengen aan uw vaderhart? Want Heer, als we u niet kennen, als onze verlosser, als zaligmaker, dan loopt het verkeerd af. Geef ons allen geloof. Werk met uw geest in onze harten. Heer, wij begrijpen u soms niet. Maar we belijden dat u goed bent, almachtig bent en dat u stuurt. En neem dan maar ons leven en laat het zijn tot uw eer. In alle aspecten, elke rol die we hebben, laat het mogen zijn dat u daarin verheerlijkt wordt. Dat mensen om ons heen zien dat wij een goede God hebben. En u daarom eren, loven en prijzen. Zegent u zo het werk van diaconaat, van evangelisatie, van zending. Dichtbij, ver weg, groot en georganiseerd, maar ook zo spontaan. Werk door uw kerk heen, Heren. Versterk wat u heeft gewerkt. Laat niet los wat uw hand begon. En gaat u zo deze komende week met ons mee. Help ons om in voorspoed dankbaar te zijn. Want we hebben zoveel gekregen van u. Help ons om in tegenspoed geduldig te zijn. En geef ons voor de toekomst veel vertrouwen. Ga met ons mee, Heren. In Jezus' naam. Amen. U mag de Heren dienen met uw gaven. En vervolgens zingen we zo mogelijk staande onze slotzang. Dat is Psalm 121, vers 1 en 4. Een psalm voor onderweg. Een psalm waarin we ons vertrouwen uitzingen op de Heren die voorziet, die zorgt.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.